Dat heeft het Koninklijk Huis in Kopenhagen meegedeeld. Zo melden Deense media. De verstandelijke functies van de prins functioneren niet meer goed. Zo luidt de officiële verklaring. Dat beïnvloedt zijn gedrag en reageren. Ook het vermogen om te oordelen en de emotionele beleving van niemand met dementie verandert. De vorstin heeft mede namens de andere leden van de koninklijke familie verzocht de prins voortaan met rust te laten. Prins Hendrik heet eigenlijk Henri Marie-Jean en de graaf de Laborde de Bompensat. Hij is een Frans edelman uit Talens, bij Bordeaux. Hij huwde in 1967 met de toenmalige Deense prinses. Margrethe werd in 1972 koningin.